Wie zondagmiddag op de Rijksweg tussen Nijmegen en Malden reed, kon zien dat vrijwilligers van de Partij voor de Dieren het vuil in de berm aan het opruimen waren. Dit initiatief is een onderdeel van de steeds terugkerende zwerfvuilacties. Het is natuurlijk niet leuk om andermans rommel op te moeten ruimen langs de straten. Soms word je als vrijwilliger daar ook wel enigszins gefrustreerd over. Maar het voelt goed om iets te doen, om iets tastbaars te doen. Je ziet gewoon direct resultaat van je werk. En daarnaast proberen we er zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan te geven. Om andere mensen ook bewust te maken van dat het blijft liggen. Dus dat bijvoorbeeld zo'n peuk die je weggooit, dat die niet wordt verteerd door de natuur. Je krijgt eigenlijk heel veel positieve reacties. Veel renners die in de voorbijgang goed gedaan roepen. Veel oudere mensen die even afstappen en een praatje maken van goh, wat goed dat jullie dit doen. En veel mensen die ook willen weten van hoe kan ik dit nou zelf doen? Dus via het wijkhaldenprogramma levert de DAR aan individuele burgers prikkers, de ringen en de zakken die je ervoor kan gebruiken. En die zakken die mag je ook gewoon aan de straat zetten. Beter milieu begint bij jezelf. En dit is een van de leukste manieren om dat zeg maar, in de praktijk te brengen. Je ziet ook na 2 uur opruimen echt dat het mooier en dat het schoner is. Dus dat is wel heel leuk. Nijmegen wil heel graag een hele groene stad zijn. Hè? We zijn Green Capital of Europe 2018. Maar we zien wel dat daar gewoon nog best wel veel te halen valt. Ook in parken en zo vind je heel veel dingen na evenementen. In het Goffertpark is altijd heel veel te vinden na een rommelmarkt of na een concert. En de Partij voor de Dieren vindt eigenlijk dat daar iets aan zou moeten gebeuren. Je hebt aan de ene kant de consument die verantwoordelijkheid heeft om zijn eigen troep mee naar huis te nemen. En je hebt aan de andere kant de fabrikant of degene die een evenement organiseert. Die eigenlijk zou moeten zorgen dat er zo min mogelijk afval überhaupt beschikbaar is om weg te gooien. Zo zijn wij heel erg tegen plastic bekertjes bij concerten. Maar ook bepaalde grote fabrikanten die hier aan de Rijksweg richting Malden bekend staan. Die zouden ook met veel minder verpakkingsmateriaal toe kunnen eigenlijk. We organiseren met z'n allen heel veel van dit soort acties. We doen filmvoorstellingen, lezingen. 1 keer in de 3 maanden komen we bij elkaar voor een PVDD-café. Volgende week zaterdag is er de World Cleanup Day. Dus miljoenen mensen over de hele wereld, van Nieuw-Zeeland tot Hawaii, gaan dan de straat op om alles schoner en mooier te maken. En de Partij van de Dieren, de werkgroep in Nijmegen, gaat dat ook doen. Bij de Sint-Annastraat, ter hoogte van het ziekenhuis, gaan we de bermen opruimen.